Kan dat nou? Is het nou gewoon te weinig wind hier? Of? Ik had hem van mijn vader gekocht omdat ik dacht dat hij hem niet had. Maar die van die zei. Per e-mail opgezet. Erg leuk idee. Oh, dan kijk je net omhoog. En ik, het enige wat ik. Ja, nee, maar we leren de stad zo leuk kennen, joh. Hey, weet je waar we niet geweest zijn vandaag? Sukkel. Fout. Moeten ze alvast voor jou een bordje maken met z'n jammer, hè? Niet, ja. Dat is makkelijk hiervan. Ze zijn schoon hoor, dus alleen vanavond opgevallen. Neemt u nou een geluid op als je. Als ik... Oké. Okay. Heerlijk. Lekker hè? Ja, weet wel wat de video is. Ja, dat doen ze tegelijkertijd. Gelijk in de gaten. Ja. Kun je jou tenminste op een boodschap sturen? Ja. Zo. Papa? Ja, hè? Ik weet het niet zeker, maar volgende. Zo.
Erika en Anouk en voor mij betekent de 98 dat we uiteindelijk weer het hoofd boven water hebben gekregen. Dat was voor ons een belangrijke oplossing of een belangrijke gerealiseerd hebben dit jaar. En zonder jullie waren we er ook niet uitgekomen. En daarom, dat is deel 1 van het verhaal, daarom wil ik met name, want we zijn met steun van papa en mama eruit gekomen. We hebben een heel slechte periode achter de rug, daar weten jullie allemaal van, daar ga ik niet op in, maar het is nu totaal een mislukte enterprise geweest met de 3 ships. En dankzij papa en mama hebben we het jaar 98 overleefd, omdat we op een gegeven moment gewoon totaal geen geld meer uit de zaak kwam en we eigenlijk het huis bijna moesten verkopen. Dat is een boekje van Sarah Burgerhart. Oh, enig. Heb je ervan gehoord? Ja. En Sarah Burgerhart is een pseudoniem en die schrijft in de Volkskrant en die heeft een boekje geschreven over ouder worden en over hoe je daar tegenaan kan kijken. Kun je en stellen. Nou, dat boekje heb ik voor mama. Kan niet beter. En voor papa heb ik een hele mooie kamerjas gekocht. Want ik vind dat papa een mooie kamerjas moet hebben. Dat is een hele goeie. In plaats van zo'n witte ding wat we hebben, nu een mooie. Dat geeft hij maar door dan. Nou jongens, en daarmee wil ik papa en mama heel hartelijk bedanken voor de steun. Twee van de 4 kinderen die samen besloten hebben om een bedrijf op te zetten. Oeh. En dan ga ik dit kerstdiner ga ik dan officieel bekendmaken. Ik heb het helemaal voorbesproken met Jan-Paul. En Jan-Paul en ik gaan samen. Zijn de 2 vennoten, de 2 dingen. 2 firmanten. En we gaan samen een bedrijfje opzetten. En dat is er eigenlijk een beetje ontstaan, omdat Jan-Paul een ontzettend leuk idee had afgelopen jaar. En dat heeft te maken met de culturele hoofdstad van het jaar 2001. En dat is Rotterdam samen met Porto. Aangelegenheid bij waar Nina en Aad werken met iemand van het Nederlands Architectuurinstituut. En die zei, wat een leuk idee. Daar wil ik aan meewerken. En daarna gingen we praten met iemand van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting in Rotterdam. En die zei, wat een leuk idee. Daar wil ik aan meewerken. En opeens bleek dat van het hele kleine idee van Jan-Paul, dat we opeens iets in handen hadden wat misschien een heel succesvol project zou kunnen worden. Dat gaan we opzetten. En het bedrijf, dat heet, zoals jullie wel kunnen raden, dat bedrijf heet Hokken en Hokken. Dat lag natuurlijk wel een beetje voor de hand. En Jan-Paul en ik hebben heel veel studies gedaan naar hoe het logo eruit zou moeten zien. En uiteindelijk hebben we gekozen voor de derde. En het wordt deze. En Hokken en Hokken gaan in toegepaste geschiedenisconcepten. En wat betekent dat nou? Wat we gaan verkopen is het product geschiedenis aan bedrijven die met een geschiedkundige invalshoek iets leuks willen doen. Bijvoorbeeld het verhaal van verleden, heden en toekomst. En zo bedenken we die zuilen en we maken die zuilen en we plaatsen die zuilen. En dat is eigenlijk wat het bedrijf gaat doen. Opzetten. We kijken wel waar we uitkomen. En Jan-Paul heeft er zin in en tijd voor. En ik heb er zin in en tijd voor, want ik werk maar 3 dagen bij het reclamebureau. En zal ik jullie heel even laten zien hoe zo'n zeiltje eruit ziet. Ontwerper die Els van der Bent van het gemeentearchief erg leuk vond ook. Het idee is nu dat je 20 van die zeiltjes in de stad ziet staan. Dat je vervolgens naar zo'n zeiltje toe loopt. Dat je in het zeiltje kijkt en dat er dan een internetverbinding wordt gelegd met een internetsite. Niels, opa zei alsjeblieft. Hé, we gaan naar mijn lekker.
sneeuw. Het is niet echt sneeuw. Ja, maar de camera draaide net. Wat leraar, ja.
kijken, dan memoreer ik even Erika's boontjes. Ja, ja, mooi, Erika! Ja, als ik best wel gelukkig kan zijn. Kom, zoals zij zegt. Nou, zachtjes hoor. De poes staat niet leuk hoor. Dat wordt klaar. Begin nog niet te horen. Ja. Christmas and a happy new year. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Who's that? Hiya. Oma! Oma! No.
Sorry. Kunstje, opa en oma, even kijken. Klaar. Ja, 1, 2. Oh, kerstkunstje. Goed zo. Lukt dat niet op de roltrap? Nee, dat doe ik niet. Oké.